Nou, ik ben in het ziekenhuis. Nee, toch? Ja, ik lig eruit, want... Knol Power! Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik zit achter het stuur omdat ik gas hoef te geven met rechts en hoef te remmen met rechts. Ik hoef helemaal niks te doen met mijn linkervoet. En dat is maar goed ook, want gisteren heb ik als verrassing een taekwondo les geregeld voor Bas en Daniel. Dat was echt super leuk. We deden eerst de warming-up en daarna gingen we al snel over naar een spar sessie. En al heel erg snel lag ik op de grond. En zo doen we punten maken! Maar bij vallen hoort opstaan, dus ik ging verder en meteen bij de eerste trap lag ik weer op de grond. Stop! Myron die was dat aan het filmen en die zag ook al dat het niet goed was. Daniel die zei nog van, oh baal je daar niet van? Ja, daar baal ik echt ontzettend van, want ik ben nu een dag later na een verschrikkelijke nachten hebben gehad vol paracetamolletjes, ben ik onderweg naar het ziekenhuis. En inderdaad, Enzo, jij bent echt een pechvogel. Dat is echt niet te geloven. De laatste tijd gaat het niet zo heel erg lekker inderdaad. Waar is mijn lucky charm? Ik heb dat echt eventjes nodig. Maar goed, ik ben vrolijk. Voor de rest helemaal gezond. Ik heb eigenlijk heel erg veel zin in vandaag. Behalve dat we dus nu eventjes naar het ziekenhuis moeten. Want ik heb contact gehad met Malik. En Malik is de fysio van het programma De IJzersterkste waar ik aan meedoe. Dat is een schaatsprogramma. En ik moet vanavond een wedstrijd schaatsen. Nu is alleen de vraag, kan ik een wedstrijd schaatsen? Is mijn teen gebroken of is mijn teen gekneusd? En als mijn teen gebroken is, mag ik dan schaatsen? Of als mijn teen gekneusd is, mag ik dan schaatsen? Dus gebroken mag je sowieso niet schaatsen. Oh. Dan ga je niet schaatsen als je gebroken is. Oh, oké. Okay. Dat kan niet. Dan dus het is even... waarschijnlijk ook gips als hij gebroken is. Dus volgens mij is je grote teen de enige teen die ze gaan gipsen als je hem gebroken hebt. Want de rest van je teentjes gaan ze nooit gipsen, alleen je grote. Oké, okay, dus het is eventjes spannend. Als we straks bij het ziekenhuis in Emmen aankomen, is het gebroken, niet schaatsen. Is het gekneusd, dan waarschijnlijk wel schaatsen. Maar met heel erg veel pijnstilling en bepaalde tape en alles. Dus op zich is het best wel spannend. Maar ja, we gaan het zien. Zo, daar lopen we. Allebei mank. Mankies. Naar de spoedpost. Ik ben heel erg blij dat ik deze schoenen nog aan heb. Want dit zijn een soort van sokjes. Dus dat is wel ideaal om aan te hebben. Misschien kunnen we vragen of we een abonnement kunnen afsluiten op het ziekenhuis. Ja, dat is wel een goeie. Een abonnement komt misschien inderdaad wel van pas. Maar goed, hier leg ik uit bij de huisarts dat ik last heb van mijn teen. En dat het niet goed voelt. Hier zie je wat foto's van de avond ervoor. Het is dus redelijk dik. Het is redelijk blauw. Hier laat ik ook zien aan deze vrouw. Niet dat ik van haar hou, maar mijn teen doet wel een beetje ouw. Oké, eventjes serieus naar terug. Ik bedoel eventjes terug naar serieus. Ze ging dus eventjes voelen aan mijn teen. En daarna stuurde ze ons terug naar de wachtkamer. Sad. Zo'n zielig muziekje nu. Het is tijd om eventjes een foto te laten maken van mijn voet. En sommige mensen herkennen deze plek misschien omdat ze hier ooit een keertje geweest zijn, omdat ze wat gebroken hadden of dachten dat ze wat gebroken hadden. Maar op zich is het niet moeilijk en is het heel erg snel voorbij. Nou, wat denk je? Nou, je moet plaats nemen, dus ik ben bang dat het gebroken is. Yep, gebroken. Ja. Ben je echt serieus? Ja, serieus. Mijn teen is gebroken. Hebben ze nu al gezien? Ja, ze hebben een röntgenfoto gemaakt. Oké, dames en heren. Wat ik nu ga doen, is ik ga eventjes mijn coach bellen. Marianne Timmer. Hey, Enzo. Hey, Marianne. Hey, Enzo. Hey, hallo. Ben je al in de buurt? Nou, ik ben in het ziekenhuis. Nee, toch? Ja, ik lig eruit, want mijn teen is gebroken. Jeetje, mina. Oké. Dus ik kan niet meer meedoen. Ja, dames en heren, dan heb je maandenlang heb je getraind. En heb je topsport gecombineerd met het hele YouTube gebeuren, wat je allemaal doet daaromheen. En heb je maandenlang getraind en heb je je aangepast op heel veel dingen. En... oh, en in één keer is het voorbij. In één keer is het gewoon voorbij. Oh, ik mag gewoon niet op de foto, hoor. Ja hoor, u mag best op de foto, geen probleem. Maar goed, wat ik dus vertelde is, je hebt een paar maanden getraind, je hebt alles erop aangepast, je doet je uiterste best. Je komt erachter dat je talent hebt voor schaatsen, je komt erachter dat je goed bent, dat motiveert. Je komt met
nieuwe mensen in aanraking. Je krijgt tips. Je wordt nog meer gemotiveerd. Je bent aan het knallen. En dan in één keer... Klaar. Meteen gebroken. Halve finale. Kan ik niet schaatsen. En de finale ook niet. Ja, dat is het leven soms. Ja, ik lach er nu een beetje om. Want ja, wat moet ik er meer om doen? Ik heb niet echt het gevoel dat ik moet huilen. En altijd als ik zenuwachtig ben of iets spannend vind of wat dan ook, dan moet ik altijd lachen. Dus ja, je zal me ongetwijfeld verder zien lachen. Maar ja, dit is wel echt een flink balen. En Miron, mijn schaatstrainster, die vindt het echt heel kut. Die baalt echt ook verschrikkelijk. Er kwam een verpleegster naar mij toe en die bracht mij naar een wachtkamer en daar moest ik wat vragen beantwoorden. Ben je voor de rest gezond? Slik je medicijnen? Heb je ergens anders last van? Maar dat was allemaal niet zo, dus toen werd ik naar een kamer gebracht waar ik te horen kreeg, krijg ik gips of wordt mijn teen ingespookt? Ja. Niet lachen, jij bent de hele tijd aan het lachen, dat kan je niet doen, je teen is gebroken. Ja, maar ik zei al de hele tijd, ik heb al vaker gezegd in mijn video's dat als ik zenuwachtig ben... Of als ik iets spannend vind, of als ik pijn heb, dan moet ik ook heel vaak lachen. Dat is een soort van, ja, ik weet niet, gewenning of zo, dat ik gewoon moet lachen. Dus ik moet nu ook de hele tijd lachen, maar het is echt super kut. Het is echt heel erg balen. En op zich, de pijn valt wel mee. Ik heb wel pijnsteken, zeg maar. Maar dat het ook scheelt dat je nu weet dat het gebroken is. Dat is gewoon opluchting en dan heb je minder pijn of zo. Dan weet je gewoon, oké, het is gebroken, check. Check. Denk ik, weet het niet. Ja, ik weet het ook niet. Ik bedoel, het liefst, dat is eigenlijk altijd een beetje mijn ding. Dat het liefst neem ik pas paracetamol of andere soorten pijnstilling als het echt, echt nodig is. Maar ja, op advies van de mevrouw die hier werkt net, wilde ze graag dat ik paracetamol nam. Van mij hoeft het niet, maar ze zegt dat het handig is. Omdat het wellicht straks ook wordt ingegipst. Want we zijn nu op de gipskamer. Dat is wel even handig om te zeggen. Er ligt hier ook allemaal gips op de grond. Ik denk dat net iemand anders gegipst is. Dus waarschijnlijk krijg ik een zware poot. En dan moet ik eventjes gaan bellen naar mijn verzekering of ik mag autorijden. Want ik heb een automaat. Dus hoe het werkt bij een automaat, je gebruikt alleen je rechtervoet bij een automaat. Om gas te geven en om te remmen. Je linkervoet zet je gewoon stil aan de zijkant. Dus daarom reed ik ook gewoon zelf een auto hierheen naar het ziekenhuis. Met een gebroken teen, want ik gebruik die voet niet. Die zet je links. Als je een schakelauto hebt, dan moet je bij elke versnelling moet je de koppeling indrukken. Nou, dat gaat mij natuurlijk niet lukken met die teen. En dat gaat jou ook niet echt lukken met jouw manke poot. Nope. Dus nu hebben we allebei een manke poot. Maar ja, als het goed is komt de dokter nu. En dan gaan we het zien. Hier was ik goed aan het opletten, want ik kreeg een spalkje op mijn voet. En dat moest ik thuis ook gaan doen. Dus ik dacht, als ik goed oplet, dan kan ik hem thuis zelf ook aanleggen. Zo, zijn we de baten. Ah, de buitenlucht. Nou, toch duurt het altijd wel eventjes, hè? Ga je eerst namelijk even melden bij de spoedpost en dan ga je naar de huisarts en die zegt, ja, ziet er niet zo goed uit. En dan moet je wachten in de kamer om een foto te laten maken. En dan heb je een foto laten maken en dan moet je wachten bij de gipskamer. En de dokters hadden nog even overleg, wat gaan we doen? Gaan we het ingipsen of gaan we een dakpanpleister aanleggen? En dat houdt dus in dat je een verband, een soort plakverband, gewikkeld als een dakpan of zoiets. Daarom heet het ook de dakpanpleister. Die heb je dan gewikkeld om je teen en de teen daarnaast. Dus de grote teen en de teen daarnaast zitten aan elkaar vastgetaped. En de teen naast mijn grote teen is een soort van spalkje. En die houdt de twee tenen zo bij elkaar. En we hebben de foto's hier. Ja. En het is heel erg moeilijk te zien. Ja, hier zie je zo'n... Maar je ziet hier een streepje. En dit stukje is gebroken. Precies bij dit streepje hier. Ja. En gelukkig, deze is nog heel... Anders als deze kapot was, dan moest hij in het gips. Dan moest ik helemaal tot hier mijn scheen in het gips. Maar omdat dit gewricht nog goed is en alleen hier een breukje, heb ik een dakpanpleister. Zo, nou hebben we dat ook weer meegemaakt. Hey, mooi! En we gaan even op de foto. Zo, en wat ga je dan doen als je van het ziekenhuis komt? Troost voor eten. Ja, even een lekker broodje eten. Zo, een lekkere chicken teriyaki. Oh, lekker hoor. Geniet ervan. Op twee manke poten. Proost. Proost. Het is tijd dat ik eventjes mijn moeder ga bellen om haar te vertellen dat mijn teen is gebroken. Hallo. Hi ma, met mij. Hi. Hallo. Nou. Ja, slecht nieuws. Mijn teen is gebroken. Je teen is gebroken? Ja. Oh shit, hé. Nou en nu? Ja, ik mag niet meer schaatsen. Je mag niet meer schaatsen? Dus ik lig eruit. Oh, geest. Wat kut. Ja.
Dus dat is flink balen. Het is echt niet normaal wat voor mooie lucht we hier rechts hebben. Oh. Op film ziet het altijd wel minder uit, heb ik het idee. Ja, dat is altijd zo. Maar dit is echt super mooi, mensen. En nu zullen jullie je misschien afvragen, Enzo, wat gaat er nu precies gebeuren? Nou, heel erg simpel. Ik moet nu naar Amsterdam, omdat ik toch aanwezig moet zijn bij het programma. Ook al doe ik zelf niet meer mee. En dat is eigenlijk nu de planning naar Amsterdam. Dus van het noorden van Assen naar Amsterdam. Dat is 2 uurtjes rijden. Nou, hier ben ik dus in Amsterdam op de Jaap Edebaan. En echt super lief. Er staan heel veel fans staan er te wachten. Ook al heb ik dus niet kunnen schaatsen. Ga ik toch even gedag zeggen, even op de foto. En ja, ik loop er nog steeds een beetje stom bij. Sorry. Sorry, zegt Daniel. Ik voel me echt schuldig. Ah, het zit wel goed, jongen. Het zit wel goed. Kan gebeuren. Hé, hey, Bas! Krijg je een knuffel? Alles goed? Gaan we een mooie foto maken? Ja? Zeg een high five. Goed zo. Hallo. Hallo. Nou, ik heb niet kunnen schaatsen, helaas. Nee. Want ja, meteen is gebroken. Dus ik mag niet schaatsen. Maar heel erg tof dat jullie allemaal zijn gekomen om te kijken. En voor iedereen die even een handtekening wil van de foto, gaan we even fixen, ja? Ja. Goed? Zal ik met jou beginnen, kleine grote baas? Laat me ook heen kijken voor de foto. Kijk. Laat je knolpowers zien. Nou, ik weet zeker dat als het meteen niet gebroken was, dan had ik gewonnen. Dankzij dit spandoek. Dat weet ik zeker. Ja. Ik vind hem heel mooi. Je moet er een foto mee maken. Ja. En dan houden we zo met z'n allen vast. Nemen. Is dat zo? Ja. Helemaal speciaal voor mij gemaakt. Ja. Kijk, ga ik zo in het midden staan. Kijk. Nou, dames en heren. Ik ben thuisgekomen. En dit is de status van mijn voet. Het doet wel erg veel pijn, moet ik zeggen. Vooral nu, omdat ik nu thuis ben. Ik heb geen afleiding meer. Ik ben thuis en ik ga naar bed. Ik neem wel even 2 paracetamolletjes voor het slapen gaan. En ja, hier moet ik het maar mee doen. En dan is het nu gewoon serieus afwachten wanneer ik weer intensief mag sporten en bewegen. En tot die tijd moet ik rustig aan doen met mijn voet. Dus ja, de pechvogel Enzo die gaat nog eventjes door. Maar voor nu ga ik naar bedje, serie kijken en dan ga ik lekker slapen. Tenminste, ik hoop dat ik lekker kan slapen. Heel erg bedankt voor al jullie lieve berichtjes. Ontzettend tof. Blauw duimpje omhoog voor jullie. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal en wil je op de hoogte blijven van alle video's die ik upload? Vergeet niet even te abonneren op mijn kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace! Oh ja, en ik ben helemaal vergeten om te zeggen dat er vanaf nu een trailer online staat. Hier beneden in de beschrijving kan je hem vinden. Het is een trailer van Enzo Knol 2, mijn gamekanaal. Dus ik zou zeggen, check het eventjes. Linkje staat in de beschrijving. En dan ga ik nu echt slapen. Welterusten. Knol Power!